Wat deed u op 25 november 1975? Hoe oud was u toen? Ik was toen 43. En voelde u zich extra speciaal gezien het feit dat u de oudste zoon was van Johan Ferrier? Het was een beetje een conflict situatie. Mijn vader en ik zijn de beste vrienden van elkaar geweest, ons hele leven lang. Dus hebben we elkaar nooit dingen onthouden. Die relatie heeft er altijd bestaan. Maar we konden het niet met elkaar eens worden over de onafhankelijkheid. Ik vond dat het een beetje geforceerd was. Aan de andere kant respecteerde ik het volledig, want het was zijn levensdoel geweest. Dus zijn generatie die bereikte dus Unie-Suriname, de mensen van die Unie-Suriname hebben opgericht in de oorlogsjaren. Om grotere zelfstandigheid te krijgen en Suriname te leiden naar volstrekte zelfstandigheid. Hij is daar jaren voorzitter van geweest. En dat was dus het bereiken van zijn generatie, van de levensdoelen en die mensen van zijn generatie. Dat zijn mensen die in de Surinaamse geschiedenis nogal goed bekend zijn. Julius Caesar Miranda, Johan Achmed Miranda, Wim Bos Verschuur, Arnold Smit, Convalius. Dus hun ultieme doel hadden ze wel bereikt. Hadden ze wel bereikt. En ik vond dus dat hij was symbool ervan. Dus, omdat hij dus voorzitter was geweest van Unie Suriname, sprak het eigenlijk die generatie heel erg veel aan. Aan de andere kant vond ik om praktische redenen dat Suriname structureel in die nieuwe wereld waarin we toen leefden nog niet de capacities had om zich als zelfstandig land volledig te profileren, ongeacht de bedragen die of wat dan ook Nederland zou geven. En daar hebben we dus wel eens discussies over gehad, maar vond ik het geweldig dat hij dit bereikte en dat hij dus een belangrijke rol erin speelde. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.